In de video van vandaag ga ik jullie vertellen hoe je acute pijn bij je kat kunt herkennen. Hoi, leuk dat je weer kijkt naar de Gelukkige Huiskat, het YouTube kanaal waarin je alles leert over het gedrag van je kat. Ik ben Sonja en vandaag ga ik het met je hebben over hoe je pijn kunt herkennen bij je kat. Ben je nog geen abonnee? Dan zou ik zeggen, direct doen. Zo mis je geen enkele video over kattengedrag en tips en adviezen over hoe je je kat nog gelukkiger kunt maken. En in de video van vandaag ga ik het met jullie dus hebben over hoe je pijn kunt herkennen bij je kat. Want dat is best wel lastig. Katten zijn namelijk meesters in het verdoezelen van hun ziekte of hun pijn, hun zwakte. En dat komt omdat ze in de natuur naast roofdier ook prooidier zijn. En ja, wilde katten die kunnen aangevallen worden door hyena's, jakhalzen, leeuwen, slangen. Dat zijn dus allemaal roofdieren voor katten. En dat instinct wat je kat nodig heeft om ja, uit de buurt te blijven of niet zijn zwakte te laten zien aan een roofdier, dat heeft jouw kat ook nog steeds. Ja, want je kunt je voorstellen dat als je natuurlijk zwak bent of ziek bent of oud, dat je dan een veel makkelijker prooi bent. En ja, roofdieren weten dat ook. Dus het is gewoon verstandiger om dat allemaal niet te laten zien. Nou, dat doen onze katten dus heel erg goed. Die zijn daar helemaal in gespecialiseerd. En wij als eigenaar moeten het dus doen, in de meeste gevallen, met hele subtiele signalen. En die zijn er. Dus die wil ik met jullie gaan bespreken. Als eerste is het dan belangrijk om te weten dat er een verschil is tussen acute pijn en chronische pijn. Acute pijn is pijn die plotseling optreedt en die over het algemeen kort duurt, tijdelijk is. Je kunt daarbij denken aan pijn na een operatie of na een gevecht. Als je kat een wond heeft, een absces heeft of als hij aangereden is, gebroken poot heeft. Dat is natuurlijk een heftige pijn, maar in de regel is dat natuurlijk iets wat wel weer overgaat. Daarnaast heb je chronische pijn. Dat is pijn die langer bestaat. En daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan gebitsproblemen, artrose. Dat zijn allemaal dingen die best wel veel bij katten voorkomen en wat heel moeilijk te signaleren is. Is wel te signaleren natuurlijk, anders kon ik deze video ook niet maken, maar het is wel lastig. Je zou kunnen denken van, als hij artrose heeft, dan zie ik dat wel, want dan loopt hij wel kreupel en dat soort dingen. Maar dat is meestal dus niet zo. Nou, wat zijn nu de signalen van acute pijn? Het is met name het gedrag. Alles wat je kat doet, daar kun je natuurlijk heel veel uit aflezen. Een kat die acuut pijn heeft, die gaat zich gewoon anders gedragen. Die trekt zich terug. Die ligt misschien in één keer de hele dag te slapen, terwijl hij dat eerder niet deed. Dus plotselinge gedragsveranderingen, die kunnen een hele sterke aanwijzing zijn dat er iets mis is met jouw kat. Als jouw kat zich normaal altijd wel laat aaien of optillen en hij wil het dan in één keer niet. Dat heb ik zelf een keertje gezien met Stip. Die had een nierbekkenontsteking en had daardoor dus heel erg buikpijn. En die wou dus niet geaaid worden. En als je maar bij hem in de buurt kwam, dan ging hij al blazen, terwijl hij dat eigenlijk nooit deed. Dus dat is dan gewoon al heel duidelijk een signaal dat er iets niet goed is. Als dat dus plotseling verandert. Verandering in routine. Katten zijn gewoontedieren, hè? Dus die doen iedere dag zo'n beetje hetzelfde. Ze eten ongeveer op hetzelfde moment. Ze lopen op hetzelfde moment even een rondje buiten. En dat zijn echt vaste patronen waar ze zich aan vasthouden. Maar als dat dan in één keer verandert, dan is dat ook, of kan dat ook, een aanwijzing zijn dat er iets mis is. Dat zag ik onlangs. Nou, Bommel, die was ziek. Dat is ik toen natuurlijk nog helemaal niet. Maar Brechtje en Bommel komen in de ochtend altijd even bij mij op bed en dan liggen ze zo hier bij mijn hoofd en dan gaan ze heel hard spinnen en die ochtend kwam alleen Brechtje bij me liggen.
Toen dacht ik al van, een beetje raar. En toen bleek later ook nog dat hij zijn ontbijt niet wou hebben. Dus ja, toen had ik wel door dat er iets aan de hand was. En het hoeven natuurlijk niet altijd hele ernstige dingen te zijn. Maar op het moment dat jij ziet dat je kat zijn iets anders doet dan normaal, let er dan gewoon even wat beter op gedurende die dag. Want misschien zie je dan ook wel andere dingen. Het volgende signaal is, ik heb het net al even genoemd, niet eten. Dat is wel een heel bekend iets bij katten die acute pijn hebben. Die stoppen met eten. Of gaan in één keer veel minder eten. Of gaan heel anders eten. Als ze in één keer enorme kiespijn hebben, dan willen ze misschien hun brokjes niet meer eten. Terwijl ze dat eerst wel altijd wouden. Of als ze hun brokjes wel eten, maar er vallen allemaal stukjes uit hun bek weer. Naast hun schaaltje. Dat kan ook een teken zijn van gebitsproblemen. Nou, ik zei het net al even, niet aangeraakt willen worden, terwijl je kat dat normaal wel wil, niet opgetild worden, maar ook een andere interactie met jou of met andere katten in huis. In één keer agressief reageren naar de andere katten, terwijl dat normaal nooit voorkwam. Of naar de hond, of naar de kinderen, dat maakt niet zoveel uit. Maar gewoon een andere interactie. En je kunt je dat natuurlijk wel voorstellen, want als jij hoofdpijn hebt, dan ben je meestal ook niet net zo aardig en vriendelijk als wanneer je dat niet hebt. Nou, dat is bij katten dus net zo. Alleen, mensen denken er heel vaak niet aan. Die denken dan van, nou ja, die kat doet in één keer agressief. En hij is gewoon boos geworden op die andere kat. Of boos geworden op mij. Ik snap er helemaal niks van. Nou, dat is dus het signaal om eens even verder te gaan kijken of je kat te laten onderzoeken door de dierenarts. Heel vaak, als je deze signalen ziet, is er gewoon echt wel iets met je kat aan de hand. De gezichtsuitdrukking. Die verandert ook als je kat pijn heeft. En normaal heeft een kat zijn oortjes rechtop staan. Zijn ogen zijn volledig open. Maar op het moment dat je kat pijn heeft, dan gaan de oortjes, die worden steeds platter. En gaan als het ware, dat lijkt dan zo, wat verder uit elkaar staan. En wat je ook heel duidelijk kan zien, is dat hij zijn ogen meer gaat samenknijpen. Hoe meer pijn, hoe meer die zijn ogen samen gaat knijpen. Je kunt het ook aan de snorharen zien. De snorharen bij een ontspannen kat zonder pijn, die hangen gewoon rustig zo naar beneden. En bij katten die pijn hebben, worden ze strakker en rechter. Meer tegen het lichaam aan. Dus dat zijn, ja, dat is eigenlijk gewoon de gezichtsuitdrukking van een kat met pijn. Net als dat wij als we pijn hebben ook rimpels krijgen. En ja, dat zie je meestal ook als mensen pijn hebben. Diezelfde signalen, die heeft een kat dus ook. Alleen, ja, je moet er wel wat meer bedreven in zijn om dat te kunnen herkennen. Dus let goed op je kat, hè, want als je weet hoe die eruit ziet als hij ontspannen is, dan valt het je ook veel meer op dat hij er anders uitziet als er iets met hem is. Iets anders waar je heel goed aan kan zien dat je kat pijn heeft, is dat hij vaak anders ligt. Dus ligt hij normaal lang uit ontspannen, dan zie je vaak dat katten met pijn meer in een gehurkte positie liggen en een beetje hun lichaam wat verstijven, maar niet zo lekker lang uit en ontspannen liggen. Dus dat is ook iets waar je het aan kunt herkennen. Voor zover de meest voorkomende signalen van acute pijn. Daarnaast hebben we dus ook nog chronische pijn. Nou, bij chronische pijn kun je ook dit allemaal wel zien, maar daar zie je ook wel andere dingen. Wil jij nou weten wat de signalen zijn van katten met chronische pijn? Hou dit kanaal dan in de gaten, want daarover heb ik binnenkort ook een video. En ja, daarmee wil ik dan deze video afsluiten en ik hoop je volgende week weer te zien. Tot dan!